Het shownieuws gaan we behandelen met iemand die ik gisteravond nog tegenkwam. En ik stond naar het te zwaaien en te handkussen. Nou, geen enkele reactie hoor. Ja, na 5 minuten dacht ze, heeft een nieuwe bril, hè? Heeft een nieuwe bril. Die had ze gisteravond net niet op. Karin Rietenhoven. Karin, ben je er? Ja, ze, ja, nu hoor ik je. Ja. Het was heel druk en meer ook met de mensen van de filmmaatschappij die van alles wilden en wat wij weer niet wilden. Dus... Mamma mia, wat een gedoe allemaal, hè? Ja, dat, maar de film schijnt wel heel leuk te zijn. Maar ja. ik ga hem deze week kijken. Ja, ik ook. Ik ga er denk ik morgenavond eventjes naartoe. Naar Mamma Mia, Here We Go Again. Hele leuke reacties gekregen. Daar was je bij. Heb je nog nieuws daaruit naar voren gekomen? Of heb je nog nieuws uitgekregen uit de sterren? Het is tegenwoordig filmpremières komen heel veel vloggers, hè? Ja. Romy Montero was er. Ja, die is druk met de voorbereiding van haar huwelijk. Dat zou toch echt binnen nu en 2 weken gaan gebeuren. En jij weet waar? 30 juli is Antje in de repetities voor Mamma Mia zelf, haar moeder. En Antje heeft natuurlijk een hele grote rol bij het huwelijk. Zij zou haar dochter ook gaan weggeven. Ja. Ja. Dus de verwachting is dat ze voor eind van deze maand trouwt. Oh, en gaat daar meneer Montero ook bij zijn? Daar gaan we wel vanuit. We zien hem niet zoveel meer tegenwoordig. Nee, hè? Nee. De man van Antje, bedoel je? Ja, ex. Ja, maar hij is natuurlijk militair. Hè? Hij is veel in het buitenland. Mm-hmm. Romy roept dan altijd van, ik mag daar nooit wat over zeggen, want dat zijn geheime missies. Ach, ja. Nou ja. Ja, dat vind ik altijd zo. Dat kan. Nou ja, okay. Ja, het kan natuurlijk wel. Ja. Dat is maar het klinkt altijd zo blasé, vind ik. Ja. Als hij naar het buitenland gaat, dan weet iedereen dat gewoon. Hoor. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Dus weten we al waar het gaat gebeuren, of nog niet? Nou, ik denk in Nederland. Ja, oké. Okay. Ja, denk je gewoon in Nederland? Is er ook een geheime missie? Ja, misschien wel, ja. Ik denk pas dat het, maar daar komen we nog wel achter. Ik wou net zeggen, jullie komen overal achter. Ja, dat gaat gebeuren. Ja, het is wel waar. Ja, wat wel geheim is gebleven, is de breuk van Ruud de Wild. Oh, is hij alweer weg? Want hij was eerst natuurlijk met Tatum, Dagelet. Heeft eerst Tatum, daar mee. Afrika. Ja, daar Afrika met wie hij 2 kinderen heeft gekregen. Hmm. En dat was natuurlijk zijn assistent bij 538, heel lang. Ja. En daar ontmoette hij, toen is Afrika verliefd geworden op een PvdA-politicus uit Amsterdam. Oh ja, daar was hij nog wel redelijk van slag van, hè? Van die breuk. Ja, en dat deelde hij ook openlijk op de radio met zijn luisteraars. Ja. En dan dacht hij dat hij daardoor zeg maar een goede band met zijn luisteraars zou krijgen. Daar is hij een beetje op teruggekomen. Mm-hmm. Dat vertelde hij al in dit jaar in een interview. Zegt hij van ja, dat moet ik toch niet meer doen? Nee. Maar wat niemand wist was dat op dat moment zijn relatie met Ilse, die eigenaar is van een groot bowlingcomplex in Amsterdam. Ja. Mm-hmm. Dat toen zeg maar al in zwaar water verkeerde. Ze hebben er wel van alles nog aan gedaan, maar hij is onlangs vorige week vertrokken uit de woning in Muidenberg. En heeft een nieuwe woning in Watergraafsmeer betrokken. Ach, in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Ja, weet ik in Amsterdam, waar ook zijn kinderen wonen. Ja. Nou, ook wel leuk. Ook weer vlak bij Tatum dan, hè? Ja, weer vlak bij Tatum. Ja. Dus dat, die zag ik nog bij Boom Chicago, 25 jaar, maar die wilde daar niks over zeggen. Nee, tuurlijk niet. Nee. Geheime missie is dat, hè? Passé is dat. Ja, alleen maar geheime missies. Geheime missies waar je mee bezig bent. Ja, Femke heeft een geheime missie achter de rug. Wie? De nieuwe burgemeester. Femke Halsema. Ja. Burgemeester van Amsterdam. Ja. Zij roept in interviews altijd van dat ze nooit getrouwd is. Dat ze altijd wel gevraagd heeft van ik wil trouwen, maar dat hij daar nooit zoveel voor voelde. Robert Oeijaarman, de documentairemaker. Ja. En toen vroeg hij op een gegeven moment, nee, ze doen het toch maar niet. Maar nu vertelde Robert Oei vorige week aan een collega van mij van Story dat ze wel degelijk getrouwd zijn. Oh. Hij zegt, ik vond het niet nodig om dat aan de grote klok te halen. Oh. Ja, dat kan ook. Waarom zou je dat? Maar waarom zou je het niet doen? Ja, en we hebben ook een huwelijke feest gegeven. Hij zegt, maar we zijn getrouwd. Ja, nou, hartstikke leuk voor haar. En voor hem ook natuurlijk ook. Als het leuk is, neem ik aan. Dan ga als ik maar het leuk is, dan samen. Dus, gaan we gewoon dus dan nog een leuke uitsmijter dat je zegt, nou, maar nu heb ik toch even iets. Dat doet jullie oren krullen. Volgende week weer. En de rest gaat. Nou, oké. Nou, is goed. Dan zijn de sterren weer terug van vakantie. Want die zitten volgens mij op dit moment allemaal of op Ibiza of in de zon ergens, hè? Nou, die gaat volgens mij nu allemaal een beetje op vakantie. Ja. De zon is niet te missen, dus ook al ga je niet weg. Die zon hebben we continu om ons heen. Blijven. Okay. Ja, gelukkig voor ons. Dan voor de thuisblijvers. Goed zo. Dankjewel, hè. En Karin. Tot volgende week. Okay, tot Rietoven. Bye. Bye.